De coöperatieve spaar- en kredietbank Godo heeft gisteren haar 50-jarig bestaan herdacht. De bank heeft de dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft haar personeel in het zonnetje gezet. Volgens algemeen directeur Percy Kleenum is de bank in de afgelopen 50 jaar niet stil blijven zitten. We moesten met de nieuwe technologie meegaan. De bankdirecteur benadrukt dat het een enorme mijlpaal is dat Godo 50 jaar bestaat en is uitgegroeid tot een volwaardige bankinstelling. Wij zijn ook een van de weinige banken die een dedicated unit heeft voor micro, small en medium-sized enterprises. Dat zijn dus de producten en diensten die we zo aanbieden. We gaan ook mee met de tijd. We hebben recentelijk ons banksysteem vervangen en kunnen dus nu dan een mobiele applicatie aanbieden. Dus het is ook zo dat niet alleen vanuit internetbanking we te benaderen zijn, maar vanuit elk mobiel kan men gewoon normaal bankzaken met Godo doen. En dat zijn natuurlijk geweldige ontwikkelingen die de bank vanaf 50 jaar geleden heeft gemaakt naar nu. Om die groei door te maken, ik denk dat dat toch wel prijzenswaardig is. In het kader van de COVID-situatie heeft Godo verschillende maatregelen getroffen om haar personeel en de cliënten te beschermen. Kleenum legt uit wat de bank allemaal heeft gedaan sinds COVID haar intrede in Suriname heeft gedaan. Ik moet toch toegeven hoor, dat ons team heeft zijn best gedaan. We hebben een uitbreiding gehad van ons terrein naar achteren toe. We hebben een stukje terrein gekocht voor parking. En we hebben dus nuttig gebruik gemaakt van onze faciliteiten om dus de kassas te verspreiden. Om zodoende dus de dienstverlening gaande te houden. Maar het is toch een uitdaging geweest, want het liefst... De mensen zijn al jaren gewend aan een bepaalde service van de bank. Dus als je dan plotseling dan een gewijzigde service krijgt, de mensen hebben zich wel kunnen aanpassen eraan. Maar dat zijn niet de standaarden die wij graag willen hebben. Want je kreeg af en toe dus rijtjes in de zon. En dus we zijn nu wel bezig terug te gaan naar de situatie waarbij we dus de mensen weer gewoon binnen kunnen ontvangen. Zodat ze dus op een oude vertrouwde wijze dus kunnen bankieren met ons. Maar ook vanwege de uitbreiding van het pand hier hebben we ook meer mogelijkheden om de klanten toch die service te geven die, die ze gewend zijn van ons. De bankinstelling zal binnenkort ook safe-loketdiensten aanbieden. Kleenum zegt dat die al zijn aangekomen en dat ze binnenkort worden geïnstalleerd.